In het kader van de viering van Internationale Dag voor de Rechten van het Kind heeft het ministerie van Sport en Jeugdzaken een walk-in schoolsessie gehouden. Het ministerie heeft dit gedaan samen met het NIMOS en de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht SBB. Tijdens deze sessie is er door de minister, de directeur en enkele leerlingen een amandelboom geplant. Er hebben aan deze sessie 90 leerlingen van de 5e en de 6e klas van de OS Mottons Hoop en OS Sophia's Lust deelgenomen. Lalini Gopal, minister van Sport en Jeugdzaken, zegt dat het ministerie op hun manier een invulling heeft gegeven aan deze dag. Het ministerie, NIMOS en SBB hebben samen meer informatie verschaft aan de leerlingen over hoe belangrijk ons bos is, zegt de bewindsvrouw. We kennen allemaal de uitdaging climate change en ook Suriname heeft daarmee te maken. Dus we hebben zoiets van, laten we jong beginnen, de kinderen bewust te maken. En dat hebben wij getracht te doen middels presentaties van NIMOS, Red Plus, SBB en symbolisch het planten van een boom. Waarom met het NIMOS? We kennen allemaal wat het doel is van NIMOS in deze samenleving. Toch? NIMOS moet je bewust maken van hoeveel bos hebben we, hoe ga je om, hoe ga je zuinig om met je milieu. Dus voor ons was dat de beste partner om deze presentatie te doen, om deze dag, de mensen bewust te maken van de milieueffecten, hoeveel bos we hebben, hoe we zuinig daarmee moeten omgaan. De bewindsvrouw legt verder uit waarom er vooral op deze dag voor gekozen is om te praten over het milieu en niet per se over de rechten van het kind. We nemen dat ook mee. Kijk, elk kind heeft recht op participatie, informatie. En dat doen we op deze dag. We sharen informatie met ze. Dat gaat vandaag over climate change. En we laten ze ook participeren. Aan het eind van de sessie hebben we een quiz. Dus daar gaan ze ook actief mee participeren. Dus op die manier geven we invulling aan die dag. Het is hier op Sophia's Lust. Zijn er nog andere plannen in dit kader? NIMOS heeft net aangegeven dat ze willing zijn dit een structureel karakter te geven. Wij van het ministerie zullen weer zitten met NIMOS om te kijken wat het volgende traject zou zijn. Ik weet het nu nog niet zeker, maar dit is het eerste. Er is een vervolgtraject. Lalini Gopal, minister van Sport en Jeugdzaken. Zij sprak gisteren over het onderwerp klimaatsverandering in het kader van de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind. De bewindsvrouw is op de OS Mottons Hoop en de OS Sophia's Lust geweest, waar zij een amandelboom heeft geplant.